Dames en heren, welkom bij deze spannende interland van vandaag. Mijn naam is Evert ten Napel en naast me zit Youri Mulder. Het is eigenlijk wonderbaarlijk wat er met de Fransen is gebeurd, Youri. Wereldkampioen, Europees kampioen en daarna een groot en heel diep hart. Ja, met als dieptepunt het WK in Zuid-Afrika met die spelersopstand. Dat was echt verschrikkelijk. Nu lijken ze trouwens wel weer een beetje op de weg terug, even. Vandaag is de wedstrijd tussen Portugal en Frankrijk. We gaan beginnen en de aftrap is voor Portugal. Een knap schot hoor, van heel ver. Dat zou toch wat geweest zijn. We zijn net begonnen en daar hebben we al de eerste overtreding. We zijn net begonnen en de scheidsrechter moet nu al fluiten voor de eerste overtreding. De doelpoging nog een keertje in beeld. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Net begonnen en dan al een vrije trap. Hij speelt zijn mannetje uit en is er dus langs. En hij wordt nu aangevallen. Ja, en nu? Ja! Volkomen terecht dat de scheidsrechter het spel niet stillegt. Ze blijven in balbezit en zo hou je tempo in het spel. Ja, en zo ontneem je ze geen kans en je houdt het tempo erin. En de bal gaat uit via de speler. Varane. Dus snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. De scheidsrechter past de voordeel. Het voordeel valt blijkbaar tegen, dus fluit hij alsnog. Die sliding was niet volgens de regels. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. En hij is de bal kwijt. Giroud. Albuena. De bal gaat richting de vleugel. Gaat hij hem voorgeven? Hij stond even wankel op de benen, maar hij blijft staan. En nu doorgaan. Die bal zijn ze kwijt en Frankrijk mag dus ingooien. Hij krijgt toch nog geel, Youri. Ja, maar het was ook een behoorlijke overtreding en daar wordt hij nu voor gestraft. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Hij maakt de sliding, maar daarbij raakt hij de man. Goeie vorm. Mooie tackle. Sanja. Die paas gaat richting de vleugel. Hij kan voorzetten. Een corner. En wie gaat hem nemen? Hier zien we de herhaling, Youri. En dat was niet netjes. Groot gelijk dat de scheidsrechter daar een gele kaart voor geeft. Dit was een pittige overtreding en de scheids besluit dan ook geel te geven. Het duurde wel even. Ja, maar het is wel een terechte kaart, denk ik. De scheidsrechter beslist. Buitenspel. De bal rolt ongehinderd door. Raul Meireles. Oh nee, hij werkt in mijn eigen doel. werkt op bal in eigen doel. Wat zal die balen? We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Ach, wat bizar dit eigen doelpunt. Evra. Wat een actie. Nu hard. Een gevaarlijke situatie. Ja, dat is hem. Opnieuw een doelpunt. Erg snel naar de vorige. Ja, en dit moet toch vertrouwen geven, Evert. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Ja, en nu? Dit wordt menens. Die bal gaat uit, dat betekent een corner. De doelman besluit eruit te komen en eigenlijk moet je die bal dan ook klem vast hebben. Het gevaar is nu nog niet weg. Wordt dit wat? Een hard schot, maar geen probleem voor de doelman. Op het doel af. Kijken wat ze met die corner kunnen. De doelman redt en heeft de bal klem. Nu een snelle voortzetting. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Dan schiet hij. De bal wordt tegengehouden voor het doel. En de bal gaat uit via de speler. Een doeltrap. Nee, het wordt toch een corner. Hij raakt hem met de kop. En daar is hij dan. Dat zie je niet elke dag. Een doelpunt van een verdediger. Nee, en hij bewijst hier hoe veelzijdig hij is, Evert. Hij kopt die bal geweldig in. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Balbuena. Pogba. Pepe. Goeie tackle en hij neemt het balbezit weer over. Sanja. Hij moest het veld even verlaten vanwege die blessure, maar deze speler geeft zich niet zomaar gewonnen hoor. Nee, even, het is een keiharde. Scherp verdedigd, met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. De hoekschop wordt zo genomen. Zo ging die bal er uiteindelijk in. De speler weet de bal van binnen de 16 in het doel te knikken. Zo de linkerhoek in. We gaan rusten bij 3-0. En eens kijken wat de tweede helft voor ons in petto heeft. De eerste helft is afgelopen. Het ging maar één kant op. Ben benieuwd of we na rust een andere wedstrijd krijgen te zien. Ja, ik denk dat het moeilijk zal worden. Ik denk dat die ene ploeg toch een klasse beter is dan die andere. En of er veel verandering zal komen, denk ik. We zijn weer van start. Er moet wel een wonder gebeuren om die achterstand nog om te buigen in een gelijkspel. Of misschien zelfs wel een overwinning. Waarom zou je pasen als je de bal ook kunt komen brengen? Raul Meireles. Waar zijn ze nou mee bezig in die achterhoede? Een fantastisch verdedigende actie. Dat was anders zeker een doelpunt geweest. Pepe. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer je niet zomaar. Houdt hij het hoofd koel? Gaat op de keeper af. Wat gaat hij doen? Oeh, scheelt niets. Hij draait weg met de bal en schiet ver naast het doel. Hij kan niet verder. Een gedwongen wissel voor de trainer. Met die blessure maakt hij de wedstrijd niet echt vol. João Pereira. Mooi hakje. Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. Ja hoor, buitenspel. Frankrijk gaat een nieuwe speler in de ploeg brengen. Sanja. Pogba. Die gaat uit, het is een inworp. De Franse trainer besluit tot een wissel. Knap hoor, zoals hij zijn lichaam voor de bal draaide. Pogba. Ja. Dat was natuurlijk buitenspel. Hij wordt onder luid applaus naar de kant gehaald. En wat heeft hij een belangrijke rol gedaan? Ja, zeg het wel even. Deze speler heeft zijn hele team op sleeptouw genomen vandaag. En het zal me niet verbazen als hij straks net zijn bal weer naar huis brengt. Ja, en nu? Hij schiet. Dit doelpunt is alleen voor de statistieken. Wat een prachtige paas, maar goed afgemaakt ook. Maar de paas, dat deed het hem. Ja, de bal was precies op maat. Ja, hij neemt die bal geweldig aan. Hij kijkt even en hij plaatst die bal schitterend in de hoek van het doel. Raul Meireles. Dit is Cristiano Ronaldo. Benzema. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Raul Meireles. Oh! Houdt die bal bezit. De bal rolt ongehinderd door. Pogba. De scheidsrechter herroept zijn eerdere beslissing om voordeel te geven en fluit nu toch voor een vrije trap. Het laatste fluitsignaal heeft nog niet geklonken, maar de supporters vieren feest alsof de 3 punten al binnen zijn, man. Ja, maar dit kan toch niet meer misgaan, Evert. Hun ploeg heeft het uitstekend gedaan vandaag. Dus ze hebben alle recht om zo uitgelaten te zijn. Raul Meireles. Bal over de vleugel naar Cristiano Ronaldo. Gered, maar het blijft gevaarlijk. Een rollertje en die bal is voor de keeper dus. Ja, hij kan hem zo oppakken. Kopt hem door naar een medespeler. Hoe speelt hij dit uit? Hij heeft genoeg mogelijkheden. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. In deze tweede helft gaat de coach de zaak nieuw leven inblazen. Want er moest echt iets veranderen. Sanja. Evra. Benzema. Slecht verdedigd hoor. Kijk, gaat dit hem worden? Komt dan nu de voorzet. João Pereira. En weer een goede paas. Hij schiet. Er is een hard schot, maar de keeper is alert. En die bal gaat achter. Het is een hoekschop. Probeert het. Het gevaar blijft. De hoekschop komt van Cristiano Ronaldo. Hier zien we de herhaling, Youri. Een goede keeper is zo belangrijk voor een team, Evert. Dat zie je hier ook. Mooie redding. En die actie wordt beloond met balbezit. Hij is er door. Hij is er bijna. Bedoelden het goed. Mist. De speler wordt gewisseld om te voorkomen dat hij straks tegen een rode kaart aanloopt. Moutinho. João Pereira. Ze vechten om de bal. De bal wordt volgezet, maar de keeper zit er goed tussen. En nu heeft hij de bal te pakken. Dus snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Cristiano Ronaldo. Een schot. Daar zit iemand tussen. De keeper kan opgelucht ademhalen. Moutinho. Die aanvaller had boze plannen, maar daar steekt hij een stokje voor. Goed gedaan. Moutinho. Benzema. De paas gaat diep en breed ook. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Cristiano Ronaldo heeft hem. Daar gaat hij. Blijft gevaarlijk. Sanja. En hij krijgt hem in het strafschopgebied. Stopt de eerste. Wat een waanzinnig schot. Zou dit het record hol over zijn? En ze winnen de bal terug op het middenveld. Pogba. Hij stormt zijn doel uit en maakt het aanval op die manier erg moeilijk. Prima redding hoor. Ja, en gewoon zonder te twijfelen op die man af, hè. Daar ligt iemand op de grond. Wat kan dat zijn? Ja, dit gaat goed. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. En de bal wordt weggekopt. Gevaar voorbij. Bal blijft in het spel. Dat was het einde van de wedstrijd. Bij een stand van 3-1. De wedstrijd is beslist door een wel heel bizarre samenloop van omstandigheden, Youri. Ja, ongelooflijk. Met een eigen doelpunt. Dan die wedstrijd nog uit handen geven. Had niemand verwacht. Dames en heren, hier nemen we afscheid. Ik hoop u...